Dank u wel, voorzitter. Beste commissaris, geachte collega's. Boeren zouden veel minder afhankelijk moeten zijn van directe inkomenssteun. Directe inkomenssteun is niet een maatregel waarbij boeren structureel een betere concurrentiepositie krijgen. In plaats daarvan zouden boeren veel meer de mogelijkheid moeten krijgen om hun inkomen uit de markt te verdienen. Ik ben daarom ook blij dat een voorstel van mij in de uiteindelijke compromistekst van het Europees Parlement is opgenomen. Ik pleit namelijk voor dat Europese mededingingsregels meer ruimte laten voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit de landbouw. Natuurlijk is het zo dat afspraken in de keten er niet toe moeten leiden dat prijzen hoog worden. Dit is niet in het belang van de consument. Maar het is wel in het belang van de consument dat de producten duurzamer geproduceerd worden. Dus ik vind dat ook de Europese mededingingsautoriteiten hiernaar moet kijken en meer ruimte moet laten in de keten om afspraken te maken op het gebied van duurzaamheid. En dat zo ook de extra kosten die gepleegd worden voor meer beter milieu, beter dierwelzijn, beter klimaat, ook daadwerkelijk doorvertaald kunnen worden in de prijs. Een tweede aspect is de vergroeningsbeleid binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Europese Rekenkamer is hier nogal kritisch op geweest dat dit niet gewerkt heeft. Ik ben het daarmee eens en ik zie dat verschillende zaken aangepast moeten worden. Op dit moment is het zo dat generieke maatregelen vanuit Brussel boeren sturen om duurzamer te werken. Alleen de verschillen in Europa zijn groot. In Finland sneeuwt het op dit moment en in Athene is het prachtig weer. Er wordt onvoldoende gekeken naar de lokale omstandigheden. En misschien nog wel een groter probleem is dat alleen gekeken wordt of de maatregelen vanuit Brussel daadwerkelijk door een boer zijn geïmplementeerd. En dat er helemaal niet gekeken wordt wat zijn nou daadwerkelijk de effecten geweest van die maatregelen op het bedrijf. Dus we moeten het andersom doen. We moeten gaan sturen op de maatregelen of op de prestaties. We moeten juist sturen op de resultaten die de individuele bedrijven halen. En gebruik dan alsjeblieft daarbij ook de kennis van de boer, want die weet precies wat er op hun bedrijven in hun lokale omstandigheden gebeurt. Dank u wel.